Bij deze nieuwe video. Super leuk dat je weer kijkt. Aan de titel zag je het natuurlijk al. Vandaag heb ik weer een shoplog voor je en wel van Action. Ik heb afgelopen woensdag ook een video online laten komen. Mijn eerste nesteldrank shoplog, zoals ik hem genoemd heb. Gezien ik op dit moment 33 weken zwanger ben. En nou ja, goed, vind je het leuk om die te zien, kun je die natuurlijk even kijken. Maar in die video zei ik al, ik ga ook binnenkort nog een Action shoplog opnemen. Nou ja, en daar is die dus. Want ik had nog wat spulletjes nodig, dus ik ben daar geweest en ik heb een kleine overview voor jullie gemaakt waarbij je kunt zien wat ik allemaal gekocht heb. Dus eigenlijk voor alles wat huishoudelijke dingetjes, kaarsen, ja, je ziet het. En dat ga ik nu even één voor één aan je laten zien. Wil je weten wat het kost, dan kun je dat hieronder in de beschrijving vinden. Zoals dat ik dat wel vaker doe. En wat ik je nog graag even wil zeggen, mocht je dat nog gemist hebben. Ik heb ook een leuke winactie op mijn kanaal staan op dit moment. En die sluit aanstaande maandag. Dus als je daar mee wilt doen, nou ja, maak dan van deze kans gebruik en doe dat gelijk. Ik zal hem even linken in de i, maar ook even in de beschrijving zetten. Dus dan ben je weer helemaal up-to-date. Gaan we beginnen. Ik wil beginnen met de huishoudelijke dingetjes. Dat ga ik doen. Ik had nog weer finish nodig. Dat was een van de dingen waarvoor ik naar Action toe ging. Ik haal dit eigenlijk altijd daar. Het zijn vrij grote boxen. En vanwege dat ik alle babywasjes heb gedaan, heb ik dus nou ja, niet zoveel meer van. En dat vond ik wel fijn om dat weer in huis te hebben. En toevallig was het laatst ook in de aanbieding. Dus vandaar dat ik die weer mee heb genomen. Ik heb er twee van gekocht. Die andere staat al boven. Dus deze. Want ja, met een babytje dan... is het altijd handig om dat in huis te hebben natuurlijk. Ik heb nog weer Glorix gekocht. Dat koop ik ook eigenlijk wel vaker bij Action. Dat kost uit mijn hoofd iets minder dan een euro. 98 cent of zo. En ik vind dit gewoon fijn voor het reinigen van het toilet. Dan heb ik nog voor het wassen ook deze gekocht. Die heb ik al wel eens eerder laten zien in een Action shoplog. Deze tabs vind ik ook fijn. En die wissel ik af met de poeder van Ariel. En in mijn vorige Action shoplog, mag je die gezien hebben, liet ik ook zien dat ik wasmiddel kocht. Wit wasmiddel, dat heb ik laatst voor het eerst gebruikt. En ik moet zeggen, hij ruikt echt super lekker. Ik heb nog geen jeuk ervan ervaren. Dus vooralsnog is de eerste indruk goed. Maar ik ben eigenlijk met name gewoon een fan van Ariel. Want dat vind ik gewoon heel fijn. En daar heb ik geen last van de huid. Dus deze. Dan, wat ik ook eigenlijk altijd wel koop als ik bij Action ben, de Kleenex doekjes voor de snotneusjes, heel handig. Daar heb ik er twee van gekocht deze keer. En ja, het is natuurlijk nu het seizoen voor. En Max is ook weer behoorlijk verkouden geweest, dus dan gaan die doekjes vrij hard bij ons. Maar goed, altijd fijn om even weer te hebben. En wat ik ook altijd wel koop is toiletpapier. Ja, moeten we erover vertellen. Prima. Even kijken, qua huishoudelijk, ja dit is niet echt huishoudelijk, maar dit is van die tape wat je kunt gebruiken om dozen dicht te plakken en dergelijke. Ik heb ook nog de duct tape zeg maar gekocht ervan, dat is de grijze variant. Deze die is ook wel fijn. Deze gebruik ik ook wel eens om nou ja, een envelop dicht te plakken of zo, als je wat grotere enveloppen hebt. En die had ik weer nodig, want ik heb namelijk heel veel van Max verkocht aan babykleertjes. Maar ook spulletjes voor de babykamer en dergelijke. Dus ik heb heel wat pakketjes versteerd in de afgelopen weken. En nou ja, zodoende hadden we dus even weer van deze tape nodig. Dus ja, die heb ik even bij Action gekocht. Ik moet zeggen dat ik dit normaal altijd van Patex of zoiets heb. Van de bouwmarkt. Heet dat Patex? Nou ja, in elk geval een merk van de bouwmarkt. Maar ik ga deze keer proberen. Deze vind ik altijd wel fijn trouwens. Die heb je ook een beetje in een bruin-grijzige variant. Maar ja, dit staat net wat mooier, vind ik zelf. Niet dat het heel belangrijk is als je een doos dichtplakt, maar goed. En nog veeltjes voor onder een stoel of een kastje of zoiets. Deze heb ik al vaker van Action gekocht. Hier zitten zowel die ronde in, wat je hier ziet. Maar er zitten ook wat grotere ronde in en ook nog vierkanten. Dat kun je wel iets zien zo. Ik wil het niet openmaken, want dan valt het allemaal uit. Maar hierboven in de hoek kun je het geloof ik wel zien. Dit is een vierkante, dus er zitten ook vierkanten bij. En ja, dit vind ik gewoon wel fijn. We hebben weer een nieuwe stokken kinderstoel gekocht. Die staat hier ook naast mij. En daar doe ik ook die veeltjes onder. En die slijten natuurlijk wel. Ze waren op een gegeven moment ook vies, dus dan haal ik ze er gewoon weer onderuit en plak ik er weer nieuwe onder. Dus, en die van Action vind ik echt prima. Nou,
Nou, dan heb ik nog pepermuntjes gekocht. Deze heb ik eigenlijk altijd in de auto liggen. Vind ik heel handig, zo'n doosje. Er zit gewoon zo'n laadje in, zeg maar. Die kun je zo uithalen. En dat vind ik gewoon fijn voor in de auto. Dus die heb ik weer meegenomen. Dan was ik laatst bezig. Ik wou kleuren met Max. En ik had een pot, hoe noem je dat ook weer? Een slijper? Puntenslijper natuurlijk, hè. Dom. En die deed het niet meer goed. Of althans, dat was van kunststof en dat hele ding brak uit elkaar. Ik denk dat hij al heel oud was. Dus dat had ik ook nog weer nodig. Dus en dat zag ik bij Action ook liggen. Dus lijkt me wel prima. Hier kun je dikke punten mee slijpen en wat dunnere punten. Dus, of dikke potloden en dunne potloden bedoel ik natuurlijk. Dus die. En dan heb ik nog dit gekocht. Als je mijn vorige Action Shoplog hebt gezien, dan zul je gezien hebben dat ik hele toffe knijpertjes heb gevonden, maar die waren vrij klein. En dat is voor, misschien kun je het zo wel zien, daar op de kast. Ik zal ook nog even een stukje inmonteren. Maar op de kast staat een rek waar je, een soort wandrek waar je kaartjes aan kunt hangen. En dat leek me heel leuk voor na de geboorte straks. Om natuurlijk ons eigen geboortekaartje op te hangen. Maar ook voor de kaartjes die we zullen krijgen waarschijnlijk. En die knijpertjes zijn op zich prima, maar ze zijn vrij klein. Ik kan ook wel even laten zien hoe dat er dan uitziet. Maar in ieder geval zag ik nu dat ze ook wat groter hadden. En ik vond het eigenlijk wel leuk. Dan kun je toch misschien meerdere kaartjes aan elkaar maken of zo. Dus leek me wel handig. En nou ja, het kost ook niet zo heel veel. Dus ik dacht, dat neem ik gewoon mee. Dit zijn dus toch wel gewoon net iets leukere knijpers, vind ik, dan gewoon de wasknijpers van de was, zeg maar. Even zien, dan heb ik nog een notebook gekocht. Dit is een soort van velvet stofje. Ik weet niet of je dat zo kunt zien in beeld. Ja, je kunt het wel iets zien zo. Oh, er zit ook een beetje pluisjes op, zie ik al. Ja, dit is dus een A5 formaat en hier zitten gewone lijntjes in. En dat leek me leuk om mee te nemen eventueel naar het ziekenhuis. Zodat ik wat dingetjes kan opschrijven die ik niet wil vergeten. Maar ook nou ja, om een soort van dagboekje-achtig iets te gaan bijhouden. Ik weet niet of ik daar tegen de tijd zin in heb en tijd in heb. Maar, of tijd voor heb of voor neem. Maar ik vond het wel een leuk idee. Dus vandaar dat ik deze gekocht heb. En dan vind ik het fijn dat hij ietsjes groter is. Want ik heb nogal een groot handschrift. En hier zit ook zo'n, even kijken. Zo'n ding in waarmee, hoe noem je dat? Zo'n tussenlegger, zeg maar. Zodat je kunt, nou ja. Laten ze dat je weet waar je bent gebleven, zeg maar. Dus die. En dan kocht ik nog kaarsen. Even kijken. Oeh, trok de hele camera omver, zowat. Deze vaccinelichtjes. Dit zijn van die hele grote. Daar heb ik er twee van gehaald. Twee zakjes. Hier zitten er volgens mij 12 in. Ja. Oh nee, ze doen het 12 uur. Nee, ze zitten er 12 in en ze doen het 10 uur. En deze gebruik ik eigenlijk altijd in mijn vaccinelichtjeshouder. En daarnaast heb ik natuurlijk ook gewoon de kleine variant gekocht. Gewoon normale vaccinelichtjes. En deze zijn wel. Dit zijn de 75 en deze die doen het 6 uur. Want ze hebben twee varianten. De eentje doet het 4 uur. Maar in mijn ervaring is dat hij het nog minder lang doet dan 4 uur. En deze die doet het dus 6 uur. Dus die. En dan tot slot, want als je mijn video's vaker kijkt, zul je dat wel gezien hebben. Ik heb vaak kaarsen. Wat, deze kleurt heel raar op het scherm. Deze is groen. Maar zoals ik hem vasthoud, lijkt hij wel bruin. Lijkt wel bruin. Nou ja, ik ben benieuwd hoe het uitkomt. Maar deze is dus groen. En deze is een beetje taupekleurig. Een beetje taupegrijskleurig. En die heb ik op de kandelaars altijd op mijn kast staan daar gens. En die, nou ja, die zijn niet bijna op, maar die wou ik nog graag weer hebben. Want meestal neem ik mijn video's op de bank op. Zeker mijn zwangerschapsvideo's heb ik allemaal op de bank opgenomen. En dan zie je die kaars ook altijd wel in beeld. Dus nou ja, die kocht ik ook nog weer bij. Dan heb ik hem vast in huis. Dat was eigenlijk wat ik deze keer gekocht heb allemaal. Niet zoveel, iets minder dan normaal. Maar wel allemaal dingetjes die ik nodig had of wat ik nog graag weer aan wil vullen. Zodat ik het maar in huis heb. Dus ik hoop dat jij deze video leuk vond. Was het zo, doe dan even een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou ik het super tof vinden als je je wilt abonneren. En vergeet ook niet mee te doen aan de winactie als je nog niet mee hebt gedaan. Bedankt voor het kijken. Doeg!